slide, chop, hit the phone, no stop. In this cold night, I call on me. Hey, ik heb dit gekocht in de Aziatische winkel. En er staat iets met seaweed en I'm gonna try it. En ik hoop dat het lekker is. Oh, oké. Het zegt dat het een snack is, dus daar gaan we nu eens vanuit. Cool and dry. Is dat Koreaans? Dit is gaaf. Oké, okay. Beter is het nog heel. Sad life. Het is nog heel. Oh jee. Oké. Okay. Ergens is er ruzie. Oké, ik heb nog nooit echt seaweed zo droog gegeten. Not bad. Een beetje zout. Hé, het is beweegbaar. Je kan er dus dingen inzetten. Want hier staat de rijst. Oh. Oh, yeah. Is lekker. Wat zijn 50 cent? Ik ben te lui om dingen erin te zetten. Hij is maar 10 calorieën. Ga meer kopen. Hoe kom ik op het idee om het überhaupt te kopen? Nou, ik kijk dus Return of Superman. Wat? En toen zag ik dat William, een van die kindjes van die vastflinkere man, was ook aan het eten was. En ik dacht gewoon, dan ga je het zo droog gaan eten. Dat moet wel lekker zijn, want het is een baby. Baby's eten alleen maar lekkere dingen. En het is inderdaad lekker. Het ziet er niet zo uit, maar het is wel echt lekker. Zo, thumbs up. Ja. Als je het kan kopen ergens. Zo ziet het eruit. Kijk of ik het kan lezen. Gong Yan. Yum. Zoiets. Volgens mij zit er zout op. Sodium. 2% vet. Keep healthy. Bye bye. Misschien komt er meer maar.